Het is een spannende dag vandaag. Achter mij arriveert zometeen Sinterklaas in Oegstgeest. En anders dan andere jaren vaart hij dit keer alleen langs, maar wordt hij ook warm onthaald in het gemeentehuis. Ik denk zometeen met die brug gaat het helemaal fout, maar het ging goed gelukkig. Gelukkig goed. Zien ik u nog even tijd voordat u weer naar Spanje reist? Kom maar. Sinterklaas? Ja. Er gebeurde heel veel op de boot, hè? Wat heb je allemaal gezien? Pieten. Dag Sinterklaas. Dag. Ja, dat moet zo doen, hè? Zo. Tegenwoordig. Hartelijk welkom. Fijn dat u er weer bent. Wat fijn om hier weer in Oegstgeest te zijn. Ja. En dat is alweer een hele poos geleden, want vorig jaar ging dat niet door, hè? Dat klopt, dus alweer 2 jaar geleden. En u bent wel een stukje ouder geworden en grijzer, zie ik. Ja, vindt u? Ja. Ja, ik doe toch mijn best om een beetje jonger uit te zien. Ja, maar dat lukt dus niet. Nee, dat niet helemaal. Maar hoe lukt u dat dan iedere keer? Ja, daar hebben we zo onze geheimpjes voor. Wilt u die met mij delen? Strakjes. Strakjes. Ja. Oké. Okay. Maar hartstikke fijn dat u er weer bent. En ik stel voor dat we naar binnen gaan, want het is natuurlijk toch een beetje koud. Wat een mooi gemeentehuis hier, zeg. We hebben het onlangs opgeknapt en dat heeft wel een beetje geld gekost. Ja, ik heb dat gelezen, ja. Maar het is een monument. Dus dat betekent dat je wel het goed moet onderhouden. Want anders gaat het verloren. Anders gaat het verloren. Zo is dat. Dus ja. Waar gaan we heen? We gaan die kant op en dan gaan we naar wat bij ons heet de trouwzaal. De trouwzaal? En dat is wel een hele mooie zaal. Ook. Nou, vooruit. U geeft nu al zoveel jaren cadeautjes aan anderen, aan de kinderen, dat wij nu ook eens een keer wat aan u willen geven. Ja. En natuurlijk als u straks op 5 december op uw verjaardag weer teruggaat, dan krijgt u het misschien wat rustiger. En het zou kunnen zijn dat u zich een beetje gaat vervelen, dat weet ik niet. Maar om dat te voorkomen, hebben wij hier een cadeautje voor u. En dat is de puzzel van Oegstgeest. Ach, wat leuk. Dat u dan met deze puzzel gewoon heel vaak aan Oegstgeest denkt. Ja, nou dat is zeker. Fantastisch zeg. Kijk eens even, Pieter. Dat kunnen we dan, als wij weer terug zijn in Spanje, dan kunnen we die puzzel maken. Meestal doen we dat zo'n beetje januari, februari. Zijn we allemaal een beetje uitgerust. Ik heb wel gezien, hij is erg lastig hier, want dit lijkt allemaal heel veel op elkaar. Dat is allemaal licht. Het zijn wel 1000 stukjes. Ik kwam net van hockey af, dus ik kon me niet verkleden. Hoe had je graag verkleed gegaan dan? Ja, ik heb van mama een pietenpak gekregen, maar ja, was te laat. Jij ziet er wel mooi uit, hè? Wil je zeggen hoe je verkleed bent? Paardenpiet. Oh, en waarom Paardenpiet? Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Een applaus voor oma. Hey! Sinterklaas is aangekomen in Oegstgeest. Mijn pepernoten zijn binnen en vanavond ga ik zeker mijn schoen zetten.